naam is Harry van Rosmalen. Ik ben docent geotechniek en waterbouw bij de Hogeschool van Hal Larenstein. Het is, van Hal Larenstein is vlakbij de locatie waar we nu zijn, Burgersboers in Arnhem. Onze werkplek is in Velp, dus dat is heel aantrekkelijk om daar toch naartoe te gaan. Wat is de reden dat ik hier ben gekomen? Ja, ik hoop toch weer wat nieuwe informatie op te doen op het gebied van mijn vakgebied. Maar ook het netwerken, het overleggen met mensen in het werkveld is voor ons interessant. Omdat wij graag onze studenten ook betrekken bij het werkveld. Via stages, via afstudeeropdrachten. Ook om te horen van wat voor soort kennis hebben die studenten nodig. Daar kunnen wij dan rekening mee houden. En soms lukt het ons om een gastdocent te strikken of om een excursie te regelen. Dus er is genoeg reden om hier naartoe te komen. Informatie die van universiteiten komt is vaak vrij theoretisch. En wat je hier hoort is ervaringen in de praktijk met monitoring, met proeven, bezwijkproeven van dijken. Allerlei manieren om te kijken van hoe gedraagt zich een constructie werkelijk en hoe kun je dat meten. En dan kun je dan natuurlijk een koppeling leggen met de theorie. Maar dat is heel erg interessant en leerzaam voor studenten ook. Dus vandaar dat wij graag hier komen kijken. Ik neem het stokje binnenkort over van Harry. Ik heb het genoegen gehad om 2 jaar nog samen te werken. Mijn naam is Karen Lever, ook docent bij de Hogeschool van Hal Larenstein. En uit heel veel persoonlijk interesse ook naar deze inspiratiedag. De praktijkvoorbeelden zoals die vandaag worden voorgesteld, dat zijn de krent in de pap, kerst op de taart. En die halen we graag persoonlijk of virtueel naar school toe. Leuk om te horen ook, zeg maar, proeven waarvan verteld wordt die anders verliepen dan ze verwacht hadden. Dat komt in de praktijk bij studenten ook wel eens voor. En dan raken ze soms teleurgesteld. Dan zeg ik, probeer er nou het goede in te zien. Daar kun je wat van leren. Je mag fouten maken. En dat gebeurt bij proeven ook wel eens, heb ik begrepen. Daar hebben ze ook van geleerd. Een volgende proef zal anders opgezet worden. Maar toch hebben ze er wel data uitgehaald. Dus het is ook belangrijk dat deze informatie over het werkveld bekend is bij jonge mensen op middelbare scholen die nog moeten kiezen. Dus wij hopen ook dat er meer mensen naar onze opleiding komen, want de werkgelegenheid zit wel goed op dit moment.